Hoi allemaal en welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag heb ik voor jullie een gigantische shoplog. Ik heb hier naast me een heel krat. Of vol met spullen. Dit heb ik dus allemaal de afgelopen maand ongeveer nieuw gekocht. Niet alles is gekocht. Echt nieuw prijs. Er is heel veel van de kringloop. Er is heel veel van een rommelmarkt. Van AliExpress, zit bol.com tussen, Kruidvat, Action, Prijsmapper, zit echt van alles in. Ik heb kleding, make-up, knutselspullen, ik heb gadgets, ik heb Disney spullen voor bij mijn verzameling. Het is echt van alles, allemaal door elkaar. Ik had geen zin om allemaal aparte shoplogs te gaan maken, dus ik denk ik maak gewoon één mega shoplog. Ik ga er dus ook redelijk snel doorheen, want het is best wel veel. En ik zal deze video ook waarschijnlijk in meerdere delen gaan opsplitsen, want anders duurt het echt een uur en daar heeft niemand echt heel veel tijd voor. Het is ook echt heel erg warm buiten. Het is nu nog 's ochtends, het is 10:30 en het is nu echt al heel warm in mijn kamer. Dus ik hoop dat ik deze video ga overleven. Nou, het moet wel goed komen. Ik ga me gewoon niet al te druk maken en dan komt het helemaal goed. Een beetje een belangrijke disclaimer. Ik heb ten eerste heb ik alles zelf gekocht van mijn eigen geld. Maar heel veel dingen zijn van een rommelmarkt ook. En ik heb vorige week een keertje als vrijwilliger geholpen op een rommelmarkt. Op een kinderboerderij van mijn oma en mijn tante. En daar is het eigenlijk altijd bij het opruimen. Dan moeten we alles weer in dozen gaan doen. En dan zeggen mijn oma en tante zeggen eigenlijk altijd van, als je iets ziet wat je leuk vindt, neem het gewoon mee. Want het is vandaag niet verkocht. En anders dan moeten wij het weer helemaal gaan bewaren, gaan opslaan. Dus heel veel dingen komen ook daar vandaan. En daar heb ik dus dan ook niet voor hoeven betalen. Ik denk dat dat wel echt bijna de helft is van wat er in dit krat zit. Dus dat is wel even belangrijk om te weten. En laten we dan nu maar gewoon heel snel beginnen. Want het is echt ontzettend veel. Nou, ik begin bovenop. En bovenop liggen als eerst een aantal kledingstukken. Dus ik begin hiermee. Dit is een trui van Primark. En er staat op Unicorn in training. Hij is heel erg zacht. Hij is echt heel fluffy. Ik vind deze echt heel fijn. En ik ben hier heel erg blij mee. Ze hebben nu een hele collectie van zeg maar unicorn themed bij de Primark. Dus dat vind ik echt super leuk. En ik heb daar ook een pyjama setje van. En dat is dit broekje. Het is rood met wit gestreept. En dan staat er op de band staat I believe in unicorns. En daarbij hoort een topje. En die is echt perfect voor het warme weer. Want het is een heel kort topje. Maar het lijkt een beetje op een sport-BH eigenlijk. En daar staat ook weer een unicorn op. En die heeft hiervoor op de band dezelfde tekst. I believe in unicorns. Dus hier ben ik ook heel blij mee. En ja, hier slaap ik gewoon lekker in. Dat is echt perfect voor als het zo warm is. Dan heb ik een aantal kledingstukken van Bonprix. Die hebben we online besteld. En dat is pas binnengekomen. Ik heb dit shirtje, oh my owl, een lichtroze kleurtje, heel erg leuk. Dan heb ik een zwart shirt met Mickey, staat op weekend. Dan heb ik dit shirt en dit is een beetje een aparte kleur. Dit is een donkere olijfkleur. En er staan drie symbooltjes op, een peace teken, een sterretje en een hartje. Dus die vond ik ook wel heel erg leuk, ondanks dat het een beetje gek kleurtjes. Dan heb ik deze. Dit is met een lama erop. Een bril op. Dan heb ik, oh, deze heb ik buiten. Ik heb een aantal kledingstukken even gepast. Omdat ik niet wist welke maat ik nodig had. Want dit pakje is echt net vanochtend binnengekomen. Want ik zat eigenlijk hierop te wachten voordat ik mijn shoplog wil gaan opnemen. Dus dat heb ik nu gelijk aan doen. Dan heb ik deze. Dit is een kat.
Die ja, met een telefoon en een ijsje. Dus die is ook heel schattig. Dan heb ik hier. Die zit ook binnenste buiten. Dan heb ik een blauw shirtje met een ritsje. Vind ik heel erg schattig. Dan heb ik nog twee shirtjes. Ja, twee shirtjes. Dan hebben we de kleding gehad. Ik heb deze. Oh, hier staat niks op. Dit is gewoon een zwarte, maar deze heeft in de schouder zo'n cut-out. Dus die vond ik ook heel leuk. Zo'n shirt hakt of niet, maar die wilde ik wel heel graag. En als laatste shirtje, een wat langer shirt. Met een kat met miauw. En ik zag deze en ik was echt op slag verliefd. Ik wilde hem echt heel graag hebben. Dus hier ben ik echt super blij mee. Nou, dan gaan we nu verder met de andere spullen die in de klad zitten. Als eerste heb je nu bij de Dane heb je, de actie van de Minions. Dan heb je de verzamelkaarten en je kan sparen voor bekers. En er was één beker daarvan die ik heel graag wilde. En dat was deze van Pluis. Dat is de eenhoorn. Je kan het figuurtje kan je er uithalen aan de onderkant. Omdat dit figuurtje. Ja, ik heb een knuffel van deze eenhoorn. Zo. Ik heb een knuffel van deze eenhoorn. En ik wilde deze beker gewoon ook heel graag. En deze beker was echt al na een week. Nadat de actie was begonnen uitverkocht. Dus ik ben blij dat ik er eentje heb kunnen krijgen. Dan heb ik hier heb ik een klein bakje met wat dingetjes van AliExpress. Dus daar ga ik nu even snel doorheen. Als eerste, die zit al onder mijn telefoonhoesje, dus die kon ik er niet afhalen. Maar heb ik deze popsocket. Het is een marmerprintje en die kan je dus gewoon zo uitklappen. En die vind ik heel erg fijn om mijn telefoon vast te houden. En ik heb sinds kort ook een Musical.ly account. Dus daar is het ook heel handig voor, ben ik achtergekomen. Dat is heel erg leuk. Dan ben ik met de Rage meegegaan. En dan heb ik een fidget spinner. Ik heb een blauwe. Ja, het broertje van mijn vriend, die had er zo eentje. En daar heb ik toen een tijd mee zitten spelen. En ja, het is gewoon, ik weet niet wat er mee is, wat het zo aantrekkelijk maakt. Maar ik vond het leuk. En het was niet duur. Dus ik heb een fidget spinner gekocht. En dan heb ik ook nog sokken gekocht. En dat zijn deze speelgoed sokken. En hier ben ik heel blij mee. Deze ga ik morgen gelijk aandoen. Met mijn vriend gaan. Want die houdt ook heel veel van penguins. En dan heb ik nog een aantal sieraden. Ook van AliExpress. Dus eerst heb ik deze ring. Dit is een kroontje. Maar deze is voor mij helaas te klein. Dus die ga ik apart leggen voor een keertje een winactie. Dan heb ik ook nog deze ring. Die pas ik wel. En dit is een zwart strikje. Deze vind ik heel erg schattig. Daar ben ik heel erg blij mee. Dan heb ik nog wat kettingen. Die allemaal lekker in de knoop zitten. Als eerst deze choker. Dat is een zwarte choker. Met een gouden balletje eraan. Heel simpel. Dan heb ik deze ketting. Met een veertje eraan. Zilveren veertje. En ik heb er nog één met een veertje. Maar dat is een gouden veer. Met een blauw steentje erop. Dus die vind ik ook heel erg tof. Allebei. Dan heb ik ook nog deze ketting. En dit is met handboeien die in elkaar zitten. Die staat op Freedom. Je kan ze wel losmaken van elkaar. Maar ja, zo zijn ze natuurlijk een stuk leuker. Dus die. En als laatste een gouden kettingje met een eenhoorn daaraan. En deze vind ik ook echt heel leuk. Hier was ik heel blij mee. En deze was er ook echt heel snel. Dus dat was wel heel erg fijn. Nou, ik ga nu maar gewoon willekeurig door alles heen. Ik ga het niet allemaal op categorie doen, op winkel. Want dat is echt geen doen. Dus ik pak gewoon iets wat bovenop ligt en dat laat ik zien. Om te beginnen met deze twee kleine poppetjes van Pokémon. Dit zijn een Pikachu en een Torchic.
Zo. En er zitten gaatjes onderin. Dus ik denk dat je op een potlood kunt doen of zo. Dus ik kwam uit 2001. En ja, ik hou gewoon heel erg van Pokémon. En ik vond ze super schattig. Dus deze ga ik waarschijnlijk ergens neerzetten. Dan heb ik een busje met glowsticks. Ik heb op mijn kamer heb ik een beker staan met glowsticks. En ja, als er iemand in mijn kamer komt, dan mag die lekker een glowstick pakken. Dus die heb ik daarvoor gehaald. Ik heb hier uit kringloop een zakje met 3 cadeautasjes. Dat zijn deze. Dit zijn langwerpige voor een wijnfles of zo. Deze, daar staat op With Love. En deze in de vorm van cadeaulabel en daar staat op Van voor. Dus die vond ik echt super leuk. En ik hou heel erg van cadeautjes leuk inpakken. En cadeautasjes, cadeaupapier, strikjes, alles. Ik heb echt een hele mand vol met allemaal dingen om cadeautjes leuk mee in te pakken. Dus hier was ik heel blij mee. Voor de Minions actie vond ik in de kringloopwinkel het verzamelalbum. Je kan kaarten verzamelen. En ja, ik vond het een beetje zonde om hem in de winkel te kopen. Want ik dacht, ja, je kan er eigenlijk niet heel veel mee. Maar nu vond ik hem voor 25 cent in de kringloop. En toen kon ik het toch niet laten. Dus hier ga ik alle verzamelkaarten in doen die ik heb. Dan heb ik voor bij mijn Disney-verzameling een Winnie de Pooh knuffeltje. Met een schattig doekje. Deze moet ik nog even wassen, want dat heb ik nog niet gedaan. Dus deze gaat zo meteen in de was in. Maar deze komt ook bij de kringloop vandaan. En die gaat dus uiteindelijk bij mijn Disney-verzameling. Nog iets van Disney, van de rommelmarkt, is dit speeltje van Dumbo. En er zit een gaatje in en je kan erin knijpen. Dus ik neem aan dat hij water spuit of zo. Dus dat is echt super schattig. Maar deze gaat ook gewoon op mijn Disney-plank. Voor wie het nog niet wist, ik ben echt heel erg fan van Disney. Ik zal wel een keertje mijn hele Disney-verzameling ook laten zien. Ik heb ook een shoplog van Disneyland Parijs gemaakt van toen ik daar was. Dus daar zal ik even een linkje van plaatsen ergens. En ja, ik ben gewoon dol op Disney. Ik vind het heel leuk. En ik ben dus ook altijd op zoek naar nieuwe dingetjes voor bij mijn Disney-verzameling. Goed, gaan we verder. Ik heb hier nog een cadeautasje van de HEMA. En deze heeft dan een doorzichtig raampje en staat op A Gift Especially For You. Deze heb ik niet zomaar gekocht. Deze heb ik gekocht omdat mijn vriend, die was gisteren jarig, op de dag dat ik dit opneem. En ik ga daar dit weekend heen en hier ga ik zijn cadeautje in doen. Ja, ik ben zelf 2 cadeautjes voor hem aan het maken. Misschien dat daar nog een video van online komt. Weet ik nog niet zeker, maar die ga ik dan lekker hierin doen. Dat is heel leuk. En voor daarbij heb ik ook nog een kaart gekocht. Bij de Blokker hebben ze nu op alles met oranje sticker 50% korting bij mij. Omdat ze gaan verbouwen. En ik vond deze kaart, is eigenlijk een Valentijnsdag kaart. Maar ik vond hem wel heel schattig. Het staat op Somewhere between all our laughs, long talks, stupid little fights and all our lame jokes I fell in love. En deze was 50 cent met een oranje sticker. Dus deze kwam op 25 cent en daarvoor kon ik het niet laten. Dus die gaat er ook lekker bij. Dan heb ik bij de Vibra heb ik viltstiften gekocht. Gewoon basic viltstiften. Waren 2 euro. Hier heb ik, toen ik een weekend aan het werk was, als recreatie op het vakantiepark, ben ik begonnen met een kleurplaat hiermee kleuren. En die kleurplaat heb ik mee, maar ik heb die stift natuurlijk niet. Dus toen heb ik heel kinderachtig stiften gekocht daarvoor. En ik vind het sowieso wel mooi als ik kleurplaten maak om dan gewoon met dit soort stiften de randjes te doen en dan in te kleuren met potlood. Dus daarvoor zijn deze goedkope stiften prima. En ik kocht ook gelijk een pakje kleurpotloden. Ik heb geen idee of ze goed zijn of niet. Maar ze waren 1 euro en daarvoor wil ik het best proberen. En dan heb je 20 kleurpotloden en het waren 30 viltstiften. Oké. Ik heb vandaag ook nog een pakketje binnengekregen van bol.com. Ik had 2 dingetjes besteld. Ja, het stelt niet zo heel veel voor. Ik heb een gumpen. Ja, ik teken heel veel. En dan is, ik vind zo'n pengum vind ik veel fijner dan zo'n blok. Hier kan je ook veel preciezer mee gummen. Dus die heb ik gekocht met een navulling. En daarbij bestelde ik een nagellakje van Essie. Deze was maar 3 euro, omdat het van oude limited edition is. En het is een heel mooi, ja, parelmoer roze kleurtje.
En dit is in de kleur Bikini with a Martini. Dus hier was ik heel erg blij mee. Goed, het volgende komt ook van de rommelmarkt. Dat zijn twee schattige slapende babykonijntjes. Ik weet niet echt waarom ik er twee heb, maar ik vond ze super schattig. Ze zijn heel zacht. Ze komen van de H&M. Dus deze ga ik ook even in de was doen. En dan, ja, ik weet nog niet precies wat ik ermee ga doen. Maar ik vond ze echt super schattig. Dan uit de kringloop heb ik twee Disney glazen. Ik heb deze van Sneeuwwitje met 7 dwergen. En deze zijn echt heel erg oud. Dat zie je gewoon. Aan de manieren getekend zijn. Een Disney logo. En ik heb deze van de Hond en de Dalmatiërs. Die waren allebei 25 cent. Dus ik vond het echt heel gaaf om die te vinden. Dus die gaan ook bij mijn Disney verzameling. Nou, ook bij de kringloop vond ik een doosje eigenlijk. Met speelkaarten. Ik vond ze heel grappig. Dit zijn de kaarten. Ja, ze zijn anders dan normaal. Ik heb wel een aantal pakjes kaarten, maar er is eigenlijk allemaal incompleet omdat ik ermee geknutseld heb. En ik heb nog één nieuw pakje, maar daar ga ik ook iets mee maken voor mijn vriend. Dus nu heb ik deze gewoon als speelkaarten echt. En ja, ik vond ze wel leuk en apart. En die waren ook 25 cent. Dus daarvoor kom ik het later. Ik heb een spaarpot van Frozen, heel simpel. Hier spaar ik mijn kleingeld in. Dat heb ik al een keer eerder gedaan in een spaarpot. Heb ik kleingeld ingespaard voor toen ik naar Disneyland ging. Maar die heb ik natuurlijk open moeten snijden toen ik naar Disneyland ging om het eruit te halen. Nu heb ik gewoon een nieuwe en ja, het maakte me eigenlijk niet echt uit wat erop zou staan. Want ja, het is maar een spaarpot. Hij staat in mijn kast en ik gooi er kleingeld in. Zo simpel is het. Dus die heb ik meegenomen, zodat ik weer kan gaan sparen voor de vakantie of voor de volgende keer dat ik naar Disney ga.